10 slachtoffers uit de gemeente Almelo. Herman Terbeek. Jacob Cohen. Jacob Moses Cohen. Adolf Isaac Os. David Heijman de Vries. Levi van Wittenne. Geachte dames en heren, allemaal welkom. Het bestuur van het comité Herdenking Razzia Twente, de heer Overweg, Frankenhuis en ik, heet u van harte welkom bij onze herdenking van de razzia van zaterdag op zondag 13 en 14 september 1941. Vandaag herdenken we samen dat het 80 jaar is geleden dat de eerste razzia door de Duitse bezetter in Twente 105 onschuldige, lieve, talentvolle mannen de dood injoeg, omdat zij behoorden volgens het nazi-denken tot een verderfelijke geloofsgemeenschap. De razzia. Eén keer in het jaar staan wij daar. Een moment waarop wij de slachtoffers herdenken en een bosje bloemen schenken. 80 jaar geleden werden er mannen opgepakt zonder reden. En daarom herdenken wij hen nu in het heden. Door dat gebaar van mensen die zelf zo onnoemelijk geleden hebben, viel er echt een last van mijn schouders. Ik mocht er zijn. Vandaag spreek ik, ook voor hen, voor het laatst in grote dankbaarheid als hun burgemeester. De Tweede Wereldoorlog is een dagelijks eikpunt. De hoogste berg waar ik omheen probeer te lopen, een berg waar ik nog nooit helemaal op ben geweest en een berg waar ik nog steeds volop mee in gesprek ben en waarvan ik de donkere bossen vrees. Hoe vaak de schroef van de tijd ook maalt, de berg blijft aanwezig en raakt niet uit zicht. Rabijn die zei, dit moet nooit weg, deze herdenking. Ik neem aan dat je hartgrondig ja zegt. Absoluut. Absoluut. Het gaat mij minder om de herdenking, het gaat minder om het signaal naar de samenleving, naar de jonge mensen van, mag ik het zeggen, potverdorie, wees wakker. Ja? En laat je niet intimideren door wie dan ook en kies voor de vrijheid, kies voor de eerlijkheid, kies voor het respect voor mensen. Hè?